De bekendheid van padel heeft een vlucht genomen in de Achterhoek. Bij LTC De Paasberg uit Silvolde heeft het aanleggen van twee nieuwe padelbanen er onder andere voor gezorgd dat het ledenbestand flink is gegroeid. We hebben het afgelopen jaar 100 nieuwe leden erbij gekregen. En is natuurlijk niet alleen door het padel. Hè. Het corona heeft natuurlijk ook daaraan meegeholpen. Maar zeker heeft het padel daar mee geholpen. En we verwachten eigenlijk nog wel veel meer nieuwe leden. Vooral op aandringen van leden van de tennisvereniging is het bestuur zich gaan verdiepen in de mogelijkheden om padel naar Silvolde te halen. Voorzitter Smit is blij dat er nu eindelijk gespeeld kan worden op de nieuwe banen. Ja, het hele traject heeft toch zeker wel 2 jaar geduurd. Ook met vergunningen aanvragen en natuurlijk ook met de leden overleggen, want het is natuurlijk een beste investering. De leden van De Paasberg waren al snel overtuigd van de nieuwe toevoeging aan hun club. Ik dacht eerst een beetje zand wat zijn naast tennis. Maar ik moet zeggen, na de eerste uurtjes op de padelbaan is het echt fantastisch. Mensen die vinden het echt leuk om te spelen. Het is heel sociaal. Je staat met z'n vieren op de baan, best wel dicht bij elkaar. Dus er is veel interactie. Je hebt snel rallies. Dat maakt het gewoon dat het heel snel heel leuk is. Ook voor de padellessen is veel animo op andere plekken in de Achterhoek, zoals in Winterswijk, Didam en Neede. Trainer Veerbeek heeft zijn handen vol aan het geven van de lessen in Silvolde. We zijn gestart met 124 deelnemers en die hebben de lessen er nu op zitten. En we beginnen nu met een nieuwe ronde. Mensen zijn super enthousiast. Gaan met een lach op hun gezicht de baan op en komen er ook weer zo vanaf. Dat is echt gek. Of de vereniging in de toekomst meer banen gaat aanleggen, is nog even afwachten volgens de voorzitter. Ja, wie weet. Ja, we moeten even kijken hoe het zich ontwikkelt. En dan kunnen we natuurlijk altijd nog 2 banen er nog bij leggen. Ja.